Het is maar voor een week, maar het is een cadeautje aan de stad. Een cadeautje voor de Maastunnel en alle voetgangers die hier doorheen lopen. De Tunnel of Love. Wat is het, Joost Maaskant? Ja, ik ben de uitvoerende producent. Het is een project van Vollars Zwart. Het is een kunstproject. Een week, ja, een cadeautje voor de stad. Je kan hier gewoon doorheen lopen. Dus tussen 8 en 15 februari. En van 8 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds is de blacklight aan. Zijn hier ook publieksbegeleiders. En kan je de tunnel doorlopen. Maar het zijn iets van 32.000 stickers. Op de wanden, op het plafond zijn we ander soort stickers. En we hebben een tapijt neergelegd. En daar zit weer andere soort stickers in. Het was een enorme klus, maar we hebben het afgekregen. En vanavond om 8 uur gaan we officieel open voor al het publiek. Jullie komen net uit de tunnel zetten. Hoe was het daar? Het was echt super verrassing. We hadden helemaal niet gedacht en ineens waren er allemaal roze hartjes. Zijn jullie ook een stel? Nee, we zijn geen stel, we zijn collega's. Oh, maar is het? Maar we liepen die tunnel in en we zagen in één keer een hele rode gloed. Dus het was wel een beetje apart natuurlijk. Maar het was wel super chill. En we lopen er elke week een paar keer doorheen. Maar dit is wel echt superveel energie krijg je ervan. Maakt het ook wat romantische gevoelens los? Ja, leuk met collega's. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Dat nog net niet.